Ja, Elton, van Gent naar Eindhoven, van Eindhoven naar Tilburg. Dat klinkt qua afstand, valt het allemaal mee, maar hoe is die stap voor jou? Ja, het is een hele logische stap voor mij. Ik denk, ik heb me goed kunnen ontwikkelen de voorbije jaren. Ik heb veel bijgeleerd in Eindhoven, in Gent daarvoor ook. En ja, ik ben helemaal klaar nu voor een nieuwe uitdaging en om mij verder te ontwikkelen. Je zegt het is een logische stap. Waarom is het een logische stap? Omdat ik ja, eigenlijk van Jong Gent naar Eindhoven. En dan van Eindhoven, eerste divisie naar Eredivisie. Dus dat zijn stapjes. En ik denk, ik heb ze gerespecteerd. Ik heb mijn best proberen te doen. En nu ben ik blij dat ik hier ben. Hoe ben je eigenlijk bij Willem II terechtgekomen? Willem II wou mij eigenlijk vorig seizoen al. Maar toen zijn we niet tot een deal kunnen komen met Gent. En ja, het ging een beetje vrij moeilijk. Maar ja, nu uiteindelijk. Het is allemaal snel gegaan en ik ben er blij om. Dat is wel eigenlijk vrij makkelijk kiezen hè, bij de koploper. Ja, sowieso. Nee, ze zijn goed bezig. Het belangrijkste is nu dat het team blijft presteren en dat ik nu mijn steentje kan bijdragen aan het team. Dat vind ik ook zelf belangrijk. Ja, heb je afgelopen wedstrijd gezien tegen FC Emmen? Ja, ik heb de wedstrijd gezien. Voor de wedstrijd ook de supporters met die grote tyfo. Dat was geweldig. De supporters zijn hier geen woorden voor en het leeft hier enorm. Dus als je zo'n steun hebt, denk ik dat je niet anders kan als goed presteren. En dat ga ik proberen te doen natuurlijk. Ja, je hebt een buitenspeler. Wat voor type buitenspeler ben je eigenlijk? Een snelle buitenspeler, een goede voorzet, een goede scorevermogen. En ja. Ik vecht van minuut 0 tot 90 en dat gaan ze wel zien aan mij. Ik ga me 100% geven. 2 minuten, 90 minuten, maakt niet uit. Wanneer de club mij nodig heeft, dan zal ik er staan. Je hebt je voor langere tijd verbonden aan Willem II. Dat zegt ook wel iets over de vertrouwen wederzijds natuurlijk. Ja, klopt, klopt. Ik ben hier echt om beter te worden en ja, ik hoop gewoon dat het goed gaat verlopen. Ik denk dat Willem II de perfecte club voor mij is. De omgeving is goed, de stad is goed. Dus ja, nu is het aan mij. We hebben al een aantal Belgen hier bij Willem II gehad. Ze zijn voornamelijk heel erg nuchter. Hoe is dat bij jou? Ik ben wel een. Niet nuchter, maar als ik me goed voel, gaan ze het wel horen. Maar ja, nee, voor de rest. ze zullen me wel leren kennen en komt goed.